Het is niet gebruikelijk dat een moordenaar in een kerk mag spreken. Toch was dit gisteravond het geval in de ontmoetingskerk in Middelburg. Tas Sada, voormalig sluipschutter voor de Bevrijdingsorganisatie voor Palestina, vertelde over zijn leven en zijn bekering tot het christendom. I have come to know Jesus in 1993. And since my salvation, my heart was totally changed towards the Jews and Israel. I'm so grateful for the Lord to have taken this burden off my shoulders.